Een beetje licht. Laat mij openen met het meest voor de hand liggende. Student zijn, dat is meer dan studeren alleen. Vergeet dus niet om af en toe die boeken weg te leggen. Het studentenleven zelf is ook belangrijk voor je ontwikkeling als mens. En op de VUB-campussen worden heel veel activiteiten georganiseerd. Check voor inspiratie de Facebookpagina Student Events VUB. Die leidt je naar de beste events voor studenten, door studenten. Je hebt ook natuurlijk de hoofdstad van België aan je voeten. Twijfel daarom niet om het Brusselse nachtleven te verkennen. De bus 71 van de MIVB brengt u in het midden van de nacht terug naar je kot. Of je kan ook je fiets nemen van de stad makkelijk terug in bed. Zelfs al blijf je heel het academiejaar verscholen in een kot, er is één dag waarop je toch naar buiten moet. Saint-V. De dag waarop de VUB zijn bestaan viert. De dag waarop de stichter van de VUB en de ULB herdacht wordt. Je kan zelfs niet aan de les, want er is geen les. Je kunt een klak verdienen op de UNIF, die volgepind wordt met sterren. Hoe meer sterren, hoe verder dat je zit in je opleiding. En per faculteit is er een kring. Ook per regio zijn er verenigingen. Mensen van de kust, de Kempenaren, Limburgs United. Mensen verenigen zich ook rond hobby's, gedeelde interesses en talenten. Het gaat zelfs over de landsgrenzen heen. Zeker doen, want je maakt er vrienden voor het leven. Er is een studentenkring die Vrij Onderzoek heet. Ze organiseren er activiteiten, lezingen en debatten. Er is geen enkel onderwerp taboe en het is een aanrader. Heb je het meer voor muziek of kunst? Ook dat kan gewoon op de campus. We hebben onze eigen culturele tempel, Pilar. Of je trekt de stad in, die staat vol musea. Ah ja, wacht, we hebben het nog niet over sport gehad. Ver hoeft je niet te verplaatsen om te zweten. In Jette is er een fitness. Op de campus van Etterbeek heb je een atletiekpiste, een fitnesszaal, sportvelden en jawel, zelfs een zwembad. Wilt je verschillende sporten uitproberen, zoals Krav Maga, badminton of voetbal? Ja, dan kun je je inschrijven voor de sportmix. Heb je daarna honger? Ga dan iets eten in de resto. Zet je het filmpje tot hier aan het bekijken? Amai, amai, amai. Dan is het duidelijk. Dan ben je een geëngageerd student. Stel je kandidaat en vorm je wilde campusdromen om tot realiteit. Dankzij de studentenraad is er al heel veel verwezenlijkd. Namelijk een barbecuezone, de nachtbus die je tot de campus brengt. Er worden examenroosters gecheckt op haalbaarheid. En je krijgt ook gratis oordopjes. Denk je dat je mijn uitleg beter had kunnen verwoorden? Of je wilt je ei kwijt over gebeurtenissen in de wereld? Daarvoor is er een onafhankelijk en kritisch studentenblad. De Moeial. Dat wordt volgeschreven door studenten en rolt één keer per maand van de persen. Voilà, geniet van het academiejaar, duik in de stad en tot op de campus.